Zondagmiddag strijdt FC Twente in de Grolsvesten weer voor de punten. Maar aanstaande vrijdag is het stadion eerst het decor van een hele andere wedstrijd. Dan worden de virtuele degens gekruist tijdens Weerwar Gaming Festival Twente. Een soort een eendaagse landparty voor bedrijven van eh, bedrijven en studenten. En de man achter dat event die is bij ons, Jasper Ipskamp. Uh, goedemiddag Jasper. Goedemiddag. Ik. Ik heb begrepen dat jullie zeggen het is een nieuw concept, tegelijkertijd, ik weet wat een LAN-party is en ik heb dat ook wel eens gezien. Um, wat is er precies nieuw aan dit concept? Nou het nieuwe, het, het is inderdaad een bestaand concept, zeker vroeger werd het veel gespeeld. Toen er nog niet een actieve snelle internetverbinding was, was het niks liever dan dat vrienden uh, een computer bij elkaar brachten en die gingen met elkaar gamen, op een soldo of een gymlokaal. En dat is door de tijd van internet is dat minder geworden, iedereen zit op eigen thuis. En het doel is uh, van Verwaar dat wij dat concept weer tot leven brengen. En dan gericht op uh, bedrijven en studenten in uh, de regio. Want even, ik, ik sla wel een beetje aan op wat je... Ik heb een aantal vrienden die, die houden van gamen. En die komen af en toe bij elkaar en dan gaan ze gamen. Dat is op zichzelf. Maar vroeger had je inderdaad ook die enorme fabriekshallen. Met, uh, weet je wel, wel duizend mensen. Ja. Die dan een paar nachten lang met Red Bull, zeg maar... Uh, ja. is het, moet ik zoiets meer voor me zien? Echt een groot... Ja, dat is het eigenlijk. Uh, dus een, een deel van Wilwaar is dus die LAMParty. Dus het idee is dat bedrijven uh, als een soort bedrijfsfeestje. of studenten met een computer aankomen en die plaatsen bij elkaar. en dan kunnen ze tegen elkaar gamen. Mm -hmm. uh, alle populaire toernooien zullen er zijn. Er zijn veel uh, bedrijven die hebben tijdens corona veel gegamed. maar allemaal op afstand van elkaar. En wij willen mensen weer bij elkaar brengen. Ja, en dus, dus dat, dat concept van, van de grootschalige LAMParty, dat zie dat je dus bijna niet meer? Uh, nou, dus een gedeelte van werwaren is dus die Lam Party. Ja. Uh, dat zie je inderdaad uh, nu niet meer zo heel veel. Maar um, ja, ooit hebben we een keer meegedaan met uh, bedrijven tennis. Uh, bedrijven zaalvoetbal. Georganiseerd door Novelty in Enschede. En we dachten, ja, eigenlijk is het ook heel weinig voor IT'ers in die regio. En toen dachten we, we gaan een keer zo'n uh, old school Party uh, weer tot leven brengen. En dan doen we dat uh, voor bedrijven. Ja. Ja, het, is, het is niet alleen maar omdat het leuk is, toch? Ja, ook wel omdat het leuk is. Maar je hebt ook wel een serieuze gedachte erachter. Ja, ja, absoluut. Ja, ja, bedrijven die vinden sowieso dat, dat um, studenten onzichtbaar zijn. En andersom ook. Studenten vinden dat bedrijven onzichtbaar zijn. Hier in de regio. Laatst was het een onderzoek geweest van de universiteit. En die zag dat uh, de gemiddelde student kon nog geen drie goede softwarebedrijven opnoemen in de regio hier. Um, en daarom wilden ze graag aanhaken bij dit evenement. Om uh, hun bedrijf uh, te promoten, laten zien dat ze een leuk bedrijf zijn. En uh, zij kunnen dus een, een, een spel promoten, hosten, ja. zoals dat heet. En hun bedrijfsnaam koppelen aan een spel. Bijvoorbeeld, we hebben een bedrijf uh, Excite ICT, die sponsort het spel uh, Counter-Strike. Dus uh, dankzij de bijdrage van Excite ICT kunnen we Counter-Strike hosten op ons uh, evenement. Uh, en de bedoeling is dat uh, dus allerlei bedrijven zich inschrijven voor dat toernooi. En die gaan straks naar huis. Tenminste, de winnaar met de Excite ICT Counter-Strike bokaal. Ja ja, 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 ja. Dus, ja. dus die IT'ers van uh, die in Twente zijn komen studeren. of misschien al wel werken hier. die wil je eigenlijk ja, op deze creatieve manier kennis laten maken met het bredere speelveld. Exact. Ja, dit is een manier voor bedrijven om zichzelf te profileren. Het is toch een vorm van marketing. Uh, tegelijkertijd zien we ook veel dat evenementen te veel uh, richten op het recruiten van mensen. En daar wilden we een beetje van af. Um, we wilden niet dat studenten er rondlopen en continu aan hun jas worden getrokken. Uh, van kom bij ons werken. Of dat ze met steentjes staan en uh, promoten. Kijk, we hebben zoveel vacatures. Maar dat haalt de charme van zo'n gamefestival eraf. Uiteindelijk is het echt bedoeld als. Ja, zo'n leuk bedrijfsuitje. Ja, ja. Ik zit ook even te denken. Ja, dat is misschien een stereotype, maar volgens mij klopt die wel een beetje. Maar de gemiddelde IT'er zit daar misschien ook helemaal niet op te wachten op zo'n beurs. Of absoluut wel? niet. Nee, de, nee. Een beetje je sociaal bent, met elkaar borrelen, dat, dan gaan ze liever. De, de digitale degens kruisen, ja, denk ik. Ja, ja exact. Dus uh, ja, precies. We wilden mensen bedrijven wel laten profileren, laten zien dat ze er zijn. Maar absoluut niet dat ze uh, echt mensen gaan recruiten. Dus uh, ja, dat is. Uh, dat is een beetje de balans die we opzoeken. En wat hoop je hiermee dan uh, te bereiken, zeg maar? Wat is je, je droom eigenlijk met dit evenement? Uh, nou, in ieder geval dat uh, wat het wel leukste te doen is voor ITS. Ik heb zelf dus meegedaan met het Tennis voor Bedrijven. En dat is een van de leukste uh, zakelijke dagen die er zijn. Uh, het is een, iets anders dan een netwerkborrel waar het verplicht is om handjes te schudden met elkaar. En op deze manier kun je toch op een leuke manier in contact komen met andere gamers in, in de regio. Uh -huh. ja, naast een LAMParty hebben we ook. Verschillende andere uh, activiteiten op het festival, zoals uh, we hebben verschillende Twentse partners ook die wat uh, organiseren. Uh, FC Twente die organiseert FIFA toernooien voor bedrijven, dus daar kun je op inschrijven. En Total Reality die organiseert uh, virtual, virtual reality toernooien, wat super leuk is om te doen. Bijna niemand uh, heeft het ooit überhaupt nog gespeeld, ik zelf ook niet. Dus dat is, uh, wat is een toernooi. virtual reality toernooi dan? Want je hebt dan al een brilletje op je hoofd. Klopt, ja. Uh, sluit ze aan op groot scherm, dus mensen omheen kunnen ook meekijken hoe je het doet. Je doet een bril op en je hebt een aantal uh, spellen, zoals uh, Assetto, Formule 1-spel uh, is dat. Dus je zet een bril op en je waait je echt in een, uh, een, een uh, F1-track, alsof je echt een uh, Formule 1-auto bestuurt. Of Beat Saber, VR, dat is een heel populair spel, dat je bril opzet en uh, ja, continu moet vechten tegen uh, alles wat voorbij komt. Ja. Ja, het is interessant om een keer uit te proberen. Ja, en dat, want dat alles, zeg maar, hè, je, dat netwerk en zo, ik heb ook begrepen, die zegt van ja, weet je wel, dan behoud je ook die, die IT'ers, zeg maar, voor Twente. Ja, precies, dat is ook het doel, inderdaad. IT'ers weten, de, um, ja, die zijn vaak onzichtbaar. Ze, ze doen hier niet zoveel. Ze gaan niet naar netwerkclubs, ze gaan niet naar tennis voor bedrijven. Dus we hopen wel dat, uh, uh, dat dat hier in de regio iets aantrekkelijker wordt om te blijven. Dat maar zie, meer te zien doen we heeft. dat ook? Dat, dat, IT is, uh, dat Twente het lastig vindt om die IT's vast te houden? Ja, absoluut. Ja. Ben, uh, uh, een groot prestatie van de studenten van de universiteit, in ieder geval, die, die, ja, die richten hun blik heel even op deze regio waar ze hier te doen aan werk En die vindt niks. En dan worden ze gelijk om de oor gewapperd met facturen uit Amsterdam. Bij grote bedrijven als Oracle, uh, Booking.com, ja, alles wat daar zit. Dus we vliegen daar naartoe, aantrekkelijke salarissen daar. Het is hier gewoon niet zo heel veel te doen. En daar willen we veranderingen in brengen. Stromen de aanmeldingen dan ook al binnen? Uh, het was even lastig in het begin. Maar inmiddels uh, 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 zijn we er. We hebben uh, meer dan 300 tickets verkocht. 350 inmiddels. Dus dat is heel veel voor een eerste editie van een festival. Dus daar zijn we ook super blij mee. We willen ook niet dat het te druk wordt. We willen ook niet dat het te rustig wordt. Nee. Dus nu hebben we het. Uh, Eigenlijk al voor elkaar, ja. Dus het is... Uh, en is daarmee ook zo, dus dan een soort van potslot of... Er is ook nog uh, ja, is, 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 uh, Hoe zeg je dat nou ja, Kunnen mensen zich nog aanmelden uit. of is het... Uh, nee, oh, ja, ja uh, kunnen we nog zeker aanmelden. We hebben nog wel een aantal tickets te koop. Uh, dat kan via onze website. Wereware.gg En GG, dat is ook weer een nerdterm. Dat staat voor Good Game. Ja, dus uh, via de website kun je gewoon nog tickets kopen. En het is echt supergezellig. De universiteit staat ook met de e-sports lab. Um, er is een, een, een beurs waar je oude retro spellen kunt kopen. Dus er is echt van alles te doen. Je kunt, er is ook een bar als je niet van game houdt, maar je wil alleen supporten. Mm -hmm. uh, bestel wat bier en uh, ja, je, kunt, uh, ja, je hebt een leuke dag. En dit alles aankomende vrijdag. Gaat het gebeuren. Aanstaande vrijdag. Aanstaande vrijdag. Ja. Aanstaande vrijdag. Good game. Uh, uh, nice. Jasper, dankjewel voor je komst. En uh, veel plezier uh, in de voorbereidingen voor zover die er nog zijn. Dankjewel. En uh, heel veel plezier vrijdag. Dankjewel.